Jeff, een van de mannen achter brouwerij De Glazen Toren. De echte interesse is aan de universiteit gekomen in Gent, waar een student doet wat een student moet doen, studeren en pinten pakken. Maar in mijn geval beperkte zich dat niet tot pinten pakken. Ik stelde mij meteen ook vragen over bier. In tegenstelling met wijn, waar de natuur enorm belangrijk is voor de kwaliteit, is bij brouwen van bier de mens veel belangrijker. Een brouwer speelt een beetje God. Wat wij doen is klassieke Belgische bieren brouwen, maar die een eigen swing geven. En die eigen swing heeft te maken met de grondstoffen natuurlijk, maar die heeft ook te maken met de manier waarop wij brouwen. In onze bieren ruik je werkelijk de hopbloemen alsof die pas van het veld komen. Boerderij Keimeulen is een oude boerderij. Lieven, die werkte samen met zijn ouders, die zetten de boerderij verder. En Joost, die had een vrij hoge functie in het stedelijk ziekenhuis hier in Aalst. En op een dag heeft die man gezegd, ja, ik wil van dat bureauwerk vanaf. En het is op dat moment dat ze de stap gewaagd hebben van de melk niet meer allemaal te leveren aan de melkerij, maar daar zelf iets mee te doen. Deze kaas hier, dat is eigenlijk onze meest verkochte kaas hier bij ons op de boerderij. Het is eigenlijk een zachte, romige kaas, een jonge kaas. Maar die heeft natuurlijk wel heel veel smaak, doordat die van rauwe melk ook gemaakt wordt, zoals al onze andere kazen rauwe melk. Allemaal rauwmelkse kazen. Kaas voor iedere dag. De Losse Teugel is een oude vierkantshoeve, uitgebouwd door Luc en Magda, waar men niet alleen kan overnachten, maar waar men ook het boerderijleven kan meemaken. In de Losse Teugel heeft men de oude gemetste oven waar het brood vroeger in gebakken werd, gerestaureerd. En ik denk dat het erom plezant is voor bezoekers om eens te zien hoe een brood tot stand komt. Vroeger hier op de boerderij werd alles gedaan met meiden en knechten. En die mensen, als ze op de boerderij bakten, die kwamen dan ook met een brood naar hier om mee te bakken in de oven. En daardoor is dat zo'n grote. Ah. Er kunnen er in de 60 broden in. Wauw. Aalst ligt in het midden, mag ik zeggen, van het brouwerijgebied Oost-Vlaanderen-Brabant. Ligt net op de grens en in een cirkel van 20, 25 kilometer rond Aalst vind je zeker 20 brouwerijen. En daar heeft de toeristische dienst van de stad een wandeling rondgebouwd. In de biercultuur is Aalst toch geen onbekende. Hè? Met de hopteelt van de 16e en de 17e eeuw, de brouwerijen die er toch lang geweest zijn. Dus je mocht er zeker van zijn dat ik daar fier op ben. Eindpunt is altijd bij Els in de Babbelaar. En daar proeven we dan een Angelixken of een Jan de Lichteken of een Ondineken. Els, santé, zeg en mercieke zeg. Graag gedaan. De Borst van Amsterdam, dat is het restaurant van Aalst, is gevestigd op de Grote Markt in een 17e eeuws gebouw die daar nog altijd in volle glorie staat. 100% klassieke Franse keuken, maar zeer lekker en aan zeer redelijke prijzen. Het klassieke hoppenscheuten met een gepocheerd hoeveneitje en met een beetje mousselinesaus. Weet chef, vroeger over 50 jaar hoppenscheuten stond niet op het menu in de restaurants. Dat was afval. Bij de boeren zelf? Bij de boeren zelf, ja. Ja. En geleidelijk aan is dat natuurlijk een culinaire chic geworden. Chic geworden, zou ik zeggen, ja. Stad van bier en plezier, Olst Ajoen en bier met skoen. Daarboven is de volksaard van de Aalstenaar aangenaam. Dus kom maar af, je wordt hier goed ontvangen.